Dames en heren, jongens en meisjes, super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Like deze video binnen 2 seconden, is geen normale baas, maar een opperbaas. 2 seconden is redelijk weinig, dus ik hoop dat jullie het voor elkaar kunnen krijgen. Daarnaast moet je mij natuurlijk ook even volgen op Instagram, dat is Dutchjoer met 2 R. Binnenkort ga ik een aantal kijkers bezoeken die mij volgen op Instagram. Dus doe dat even, we gaan er weer een leuke video van maken. Vandaag zit ik in een zandkasteel, dat is tenminste waar het op moet lijken. En tegelijkertijd is dit een slidder.io. Obby. Ik weet niet of jullie slidder.io nog kunnen herinneren. Dat is eigenlijk gewoon een soort van game die enorm bekend was een tijdje terug. Momenteel is het allemaal wat minder. Maar alsnog leek het mij een fantastisch idee om deze Obby uit te gaan proberen. Wat was ook weer de allereerste IO game die uitkwam? Agario. En iedereen sprak het altijd anders uit. De ene persoon die zei agar.io, de andere zei agar.io. En ik zei altijd gewoon Agario. Dat lag gewoon het lekkerst in de mond. Was het makkelijkst om uit te spreken, leek mij. Gewoon een geheel woord ervan maken en die punt lekker laten liggen. Oh my god, jongens. Het is inderdaad eindelijk eens een keer een Obby die een klein beetje zijn thumbnail en titel waardig is. Ik bedoel, deze slang die toont aan dat het inderdaad wel een soort van slidder.io, of slidder.io kan ik beter zeggen. Als ik Agario zeg, kan ik ook wel slidder.io zeggen. Obby is, en dat is gewoon super chill. Ik ga hier naar beneden. En tot nu toe ben ik nog geen één keer. Zullen we gewoon echt proberen om deze volledige Obby te halen zonder ook maar één keer naar beneden te vallen of een obstakel aan te raken wat je niet mag aanraken. En dan vind ik alleen dat zeg maar zo'n multiple choice parcoursstukje waarbij je dan 3 wegen mag kiezen waarvan er 2 jou naar beneden laat vallen, die tellen dan niet mee wanneer je naar beneden valt. Want ja goed, je kunt natuurlijk niet helderziend zijn en direct weten welke je wel en niet kunt nemen. Maar dit soort dingen ga ik proberen om allemaal in één keer te halen zonder naar beneden te vallen. Dus ook deze hier zo. Ik ga hem proberen in te halen. Woe! Nice, ik ben eerder. Oh, ik heb hem naar beneden laten vallen waarschijnlijk, jongens. Ik heb hem waarschijnlijk naar beneden laten vallen. Let's go. Tot nu toe gaat het allemaal aanzienlijk goed. Ik ben nog geen één keer naar beneden gevallen. En meestal als je dat soort dingen zegt, gaat het natuurlijk alsnog fout. Want dan ga je jezelf een beetje te veel moed inspreken. Maar op dit moment lijkt het allemaal goed te gaan. Laat in de comments weten welke .io game jullie het allerleukst vonden die er ooit is uitgekomen. Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties. Oké. Mag ik deze allemaal aanraken? Ik denk dat ik zwart niet mag aanraken. Not sure. Dus ik ga er maar gewoon even vanuit nu. Oké, dit is ook al een stukje lastiger. Maar nog... Nee! Nee! Ik ben gevallen! Oh gosh. Ja, ik vind het... ik kan wel zeggen, ik vind het eigenlijk niet echt een Obby gedeelte. Maar dit is natuurlijk ook gewoon... Oh, wat? Ah, waarschijnlijk moet je wel naar beneden gliden. Ja, sorry, ik ging er per definitie... Nee, waarom doe ik dit nou? Ik ben nu 3 keer gevallen voor niks. Ik ging er een beetje vanuit, op een of andere vreemde manier, dat je dat niet moest doen. Maar schijnbaar kun je dat dus wel gewoon doen en dan haal je het. Oké, de tweede gedeelte zal ook niet al te lastig moeten zijn. Hopsakeetje. Nice, als we nu maar niet weer doodgaan, want dan verpesten we het wel heel erg. Oh, ik kan er gewoon overheen klimmen. Wat is dat nou weer? Een raar iets. Ik denk dat ik deze dingen niet mag aanraken. Not sure, maar ik denk dat ik die dingen die erop stonden niet mag aanraken. Tot nu toe gaat het eigenlijk best wel... Oh my god, jongens en meisjes. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik hier wel in wil. Maar ik heb denk ik niet echt heel erg veel keus. Let's go. Mag ik de tanden aanraken? Ik mag de tanden aanraken. De tanden leken mij namelijk een typisch iets wat je niet zou mogen aanraken. Maar schijnbaar maakt het allemaal helemaal niets uit. Nou, let's go. We gaan er weer wat leuks van maken. We kunnen een slime gun kopen voor 750 Robux. Jongens en meisjes, dat is gewoon letterlijk bijna 7 euro of zo. Misschien nog wel meer dan dat. Dat ga ik natuurlijk niet betalen voor een zogeheten slime gun. Waarvan ik eigenlijk niet eens weet wat je ermee kan. Ja, ik neem aan dat je de slime mee kunt schieten. Maar goed, dat is voor mij niet echt genoeg reden om te willen kopen. What the heck? Ik liet hem gewoon literally naar de overkant toe gaan. Oké, de eerste kun je nemen. De tweede kun je nemen. En dan? Nee, dan kun je dus deze nemen. Oh, ik heb hem zo hard gewoon voor mij laten kijken. Dat is echt super flauw natuurlijk, maar... Dit is gewoon een soort van Roblox karma die mij duidelijk maakt. Joop, je moet wel aardig blijven voor de mensen. Oké, apparently. Nou, let's go. Dit vind ik altijd zo heel erg easy. Dit is gewoon een beetje spelen. Dit is ook niet al te lastig. Dit is gewoon proberen om het middelste gedeelte niet aan te raken. Let's go. En hier gaan we dat gewoon lekker voortzetten. Oh, nou, schijnbaar niet. Schijnbaar allemaal een stukje moeilijker wanneer je verder komt. Nee, in ieder geval.
Het lijkt mij best wel leuker als er ooit eens een keer een Dutch Tuber game wordt gemaakt. Ik weet niet of jullie Sushi Cat kennen, waarbij je moet proberen de kat zoveel mogelijk sushi te geven. Ja, jullie voelen hem al aankomen. Geef Jeyoon zoveel mogelijk McDonald's in een spel. Zou best wel tof zijn als je dat mij vraagt. Nee, maar goed, let's go. Hops, oké, ja, bam. Nu moeten we hier gewoon naar boven gaan. En dat lukt ook allemaal wel erg goed. Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk best wel lekker. Tot nu toe gaat het eigenlijk best wel heel erg volgens plan. Ik ben wel een aantal keertjes dood gegaan, daar kan ik verder ook niet over liegen. Maar wel minder dan ik eigenlijk had voorzien. Ik had gedacht dat het wel erger zou gaan. En natuurlijk zeg ik dat ook letterlijk op het moment dat ik weer op een gedeelte val waar ik niet op terecht mag komen. Hoeveel levels zijn er? Wow! Oké. Dit wordt geen één video. Dit wordt overduidelijk geen één video. Ik zie dat er al iemand is bij level 123. Dus like, dit is een obby waar ze super veel levels aan hebben gekoppeld. Dus ik ga het waarschijnlijk niet in één video kunnen halen. Dat wordt heel erg lastig. Maar ik kan wel mijn best doen. Ik wil frikandelbroodjes obby. Dat is wat ik wil. Nee, nou goed. Het zou wel grappig zijn op zich. Een obby die in de band staat van een lekker frikandel. Ik hou van frikandelbroodjes. Ik denk dat iedere scholier wel eens een keer een frikandelbroodje heeft gegeten. Het is wel hartstikke ongezond. Dus ik raad je eigenlijk aan. Dat raad ik altijd. Mensen aan. Mensen vragen mij altijd van, hoe deed jij dat vroeger bijvoorbeeld op school? Of hoe doe je dat nu tegenwoordig als je ergens naartoe gaat, een afspraak? Nee, hoe doe je dat met eten? Haal je dan iets onderweg? En zo ja, wat haal je dan? Ik heb een lange tijd, heb ik inderdaad onderweg, heb ik dan iets te eten gekocht. Maar wat dat zeg maar is, wanneer je zonder eten voorverpakt en thuis in elkaar geflanst op pad gaat, of het nou naar school is of naar een meeting of naar iets anders, wat je dan heel erg snel krijgt, is dat je toch iets ongezonds gaat eten. Dat is een soort van, ja, een automatisme zou ik het niet kunnen noemen, want je kunt natuurlijk wel voor iets gezonds kiezen. Maar meestal is het ongezonde toegankelijker, dus je pakt het makkelijker. Het is meestal overal te vinden. Een broodje kip, of een broodje hamburger, of een broodje kroket. Ja, het is gewoon overal. Maar een salade duurt meestal dan weer langer om te maken, weet je wel. Wanneer je dan in een restaurant of dergelijke bent. Maar goed, wat mijn tip dus is voor van mij naar jullie, ook wanneer jullie nog naar school gaan en dergelijke, is zorg er gewoon voor dat je thuis je eten en drinken voorbereidt. Het is een stuk gezonder. Meestal is het ook een stukje lekkerder. Ik heb namelijk heel erg vaak die voorverpakte broodjes bij tankstations en zo gegeten. Maar ik vind die echt niet lekker. De smaak ontbreekt gewoon heel erg. En dat zal er waarschijnlijk ook wel mee te maken hebben, omdat er een hele hoop conserveermiddelen in zitten, zodat die broodjes zeg maar goed blijven. Maar ik heb het er gewoon niet zo mee. Maar als ik dan toch iets moet kiezen wat ik het allerlekkerst vind om onderweg te eten, dan zijn het kaasbroodjes, frikandelbroodjes en satébroodjes. Oh, ik hou echt heel erg van satésaus en chilisaus. Dat is echt een soort van mijn guilty pleasure. Ik eet bijna bij alle chilisaus. Dat is gewoon letterlijk een drama. Ik eet bijna overal chilisaus bij. Dat is heel erg. Oké, ik denk dat er weer sommigen zijn. Ah, nee toch, jongens. Is dat nou een toilet daar? Is daar een toilet in de lucht? Vraag me niet waarom er een toilet in de lucht hangt. Maar er hangt een toilet in de lucht, jongens. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Hoeveel stages heb ik nou al gehaald in één video? Al bijna 60. Dat is op zich niet heel erg verkeerd. Maar je haalt ze ook wel heel erg snel wanneer je het eenmaal door hebt. En het zijn ook hele makkelijke parcoursstukjes. Bijvoorbeeld dit. Ja, niemand gaat hier natuurlijk dood aan. Of dood klinkt zo heftig. Maar niemand die raakt dit ook zo makkelijk gewoon allemaal. Gewoon van hop naar her. Hier, idem dito. Gewoon ervoor zorgen dat je de paars, iets donker roze. De rozener? Rozener. Is rozener een woord? Wanneer iets meer roze is dan het andere. Noem je dat dan meer roze? Nee, dan noem je het meer roze. Je noemt het niet rozener. Oh, dit doet mij denken aan iets wat ik in Berlijn zag. Ik heb het er heel erg vaak over in mijn afgelopen video's, omdat ik het erg naar mijn zin heb gehad. Maar er was een man in Berlijn en die kon de allergrootste bubbels bellenblaas ooit maken. En die waren letterlijk zo groot dat hij er zelf op een gegeven moment bijna in kon zitten. Het is misschien heel erg raar hoe ik het nu zeg. Hij kon er natuurlijk niet in zitten, want dan zou het knappen. Maar wel bijna. Die bubbels die waren echt massive gewoon. En ik vond het super fascinerend om te zien. Hij had dan een soort van touw en dat deed hij dan in wasmiddel bijvoorbeeld, met water erbij. En dan deed hij dit, dus gewoon een beweging waardoor de wind bij kwam. En die bubbel die bleef ook gewoon letterlijk een goede 30 seconden gewoon in de lucht hangen. Dat is gewoon echt bizar. Ik vond het echt heel erg fascinerend om te zien. Leuk wat mensen tegenwoordig allemaal bedenken om zeg maar een extra, ja, centje mee te verdienen als het ware. En ik probeer altijd mensen op straat te helpen. Ik vind het alleen wel wat minder fijn altijd wanneer je bijvoorbeeld in een restaurant zit. Of je bent ergens echt mee bezig. En er zijn zeg maar mensen die half gaan stalken voor geld. Wat ik bijvoorbeeld meemaakte in Duitsland is dat er dan een jongen was. Een beetje iets ouder dan mij, denk ik. Nee, wel een stukje ouder dan mij. Ik denk 20, 21 misschien. En wat die jongen deed is die vroeg mij om geld. En ik zei tegen hem van nou, ik heb momenteel geen losgeld bij me, maar wel een pinpas. En als je wilt gaan we nu samen naar binnen in het station. En dan koop ik alles voor je. Wat je wilt. Wat je eten gewijs dan. Ik zei van, if you would like some food. Dus als je wat eten zou willen hebben, zeg maar wat voor soort eten je wilt. En pak het allergrootste menu wat je wilt hebben. Ik vind het allemaal prima.
Nou, dat wou hij niet. Hij wou dat niet. Hij wou per se geld zien. En dat vind ik dan zo jammer, want dan denk ik bij mezelf, kijk, ik snap dat je geld... Geld is natuurlijk liever altijd fijner om te hebben, want dan kun je zelf kiezen wat je neemt. Maar goed, tegelijkertijd, er is iemand die jou aanbiedt om net zoveel eten voor je te kopen als je wilt. Ik zei nog tegen hem van, als je wilt, koop ik een paar flessen water voor je, zodat je die gewoon kunt blijven gebruiken. Ook wanneer ik weg ben. Maar dat wou hij niet. En zijn antwoord op dat voorstel van mij, dus dat ik met hem naar binnen wou gaan in het station in Berlijn, waar je allemaal winkeltjes hebt met eten, want ik ga daar wat voor je halen, zei hij, no, there's a money machine there. Dus hij wou dat ik geld ging pinnen voor hem. Nou, dat vind ik toch, sorry, kijk, ik snap het, ook wanneer je het moeilijk hebt geldgewijs, maar je gaat niet iemand die jou aanbiedt om eten voor je te kopen in alle soorten en maten zeggen, ja, weet je, pin maar geld. En toen zei ik dat niet wou, en toen liep hij half boos weg. Terwijl, kort daarna dat ik zei van, sorry, ik ga geen geld pinnen, zei ik nog heel duidelijk van, maar als u wilt, haal ik eten, drinken, alles wat je nodig hebt. En gelukkig waren er ook een aantal mensen die dat wel heel erg graag wouden, die waren super blij. Die heb ik toen dus ook meegenomen in het station, die hebben een broodje kebab gekregen, die hebben een aantal salades hebben ze gekregen van die kant-en-klaar salades. En die hebben ze toen allemaal meegenomen. En daar word ik vrolijk van. Ik help mensen enorm graag, alleen ik vind het wel belangrijk dat ik zeker weet dat ik mensen help. En ik wil niet zeggen dat iedereen die jij geld geeft op straat die dakloos is, dat hij er alcohol of iets anders schadelijks mee gaat kopen. Maar wanneer je iemand aanbiedt om in plaats van geld net zoveel eten te geven als die wilt, of in ieder geval iets te eten, dan vind ik het vreemd dat iemand die dakloos is dat afwijst. Want als je namelijk dakloos bent, dan lijkt elk klein beetje mij te helpen. Helemaal als iemand zegt van, hey, je mag alles uitkiezen qua eten wat je wilt. Ik zou heel erg blij zijn. Ik zou zelfs nu blij zijn als iemand aan mijn toe komt op straat en die zegt, je mag eten wat je wilt, ik ga het voor je betalen. Dat is toch alleen maar mooi? Dat is alleen maar mooi meegenomen, lijkt mij. Maar nee, deze persoon in kwestie niet. En ik weet niet of de video's online... Ik heb video's opgenomen in Berlijn, waarin ik daklozen help. Ik weet niet of ze al online staan wanneer deze online komt. Zou kunnen. Kan ook dat ze nog online moeten komen. I don't know. Maar ik ben daar heel erg trots op. Dat zijn toch wel video's waar ik erg trots op ben na afloop. En waarvan ik denk, nice, dat was erg leuk om te doen. Rechts, links. Let's go. Oh nee, toch niet? Rechts. Are you serious right now? Rechts. Nou, oh nee, ook niet. Rechts, links. Oh, maar dat deed ik net en toen was het niet goed. Oké, super vreemd. Nou, maakt verder niet uit. Tot nu toe zijn we lekker bezig, kun je wel stellen. I'm not sure bij welk level we zijn. Bij level 78. En dat allemaal in één freaking video. Hoe haal ik in hemelsnaam bijna 100 levels in één video? Nou, gewoon door ervoor te gaan. En letterlijk tijdens het praten alleen maar door te spelen. Dan heb je het binnen no time gedaan. Ik denk dat ik ongeveer een minuutje doe over 5 levels. Over 5 tot 7 levels. Dus gewoon snel met, dan kan het easy. Hopsakeetje, bam, en dan gaan we naar boven. Nou goed, in ieder geval, er zijn echt super, ik sta trouwens op nummer 1 nu. Er zijn super veel levels, dus ik denk dat ik maar een deel 2 moet gaan maken hiervan. Als jullie daar nu al zin in hebben, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet even te abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat het thema was van deze hobby. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Ik zie wel van alles en nog wat, maar echt een concreet thema kan ik er niet uit opmaken. Dus denk ik gewoon een beetje een variabele hobby met gewoon van alles en nog wat. Oeps, dat was niet mijn intentie. Dat was niet de bedoeling. Maar goed, abonneer even op mijn YouTube kanaal. Volg me dus even op Instagram. Dat is Dutchzoomer met 2 R. Het linkje staat ook beneden onderaan in de beschrijving. Dus je kunt het gewoon even gaan checken. En dan kun je mij volgen. En dan kun je mij taggen in foto's. En dan ga ik die foto's liken. En als je een leuke fanart hebt, dan repost ik die misschien wel. We zijn alleen maar met positiviteit bezig over hier. Dus zorg ervoor dat je dat even doet. Ik ben toen per ongeluk hier terechtgekomen. Dit is wel echt een enorme hobby trouwens. Als ik zo uitzoom. Holy freaking moly, Raffaioli. Dit ding is huge. Ik ben nog lang niet klaar. Tot de volgende keer en adios.